Hi, hi, dit is dan weer een vlogje van Davy met wat vraagjes. Ik heb mijn haar gewassen, daarom zit ik eventjes te kijken met die andere shampoo van Girl met van een droge huid. Maar ik wil even een disclaimer ook nog eventjes erbij zetten van het is mijn persoonlijke mening, mijn persoonlijk gevoel. Dus die kan soms nogal wat zwart-wit zijn. En aangezien ik vraag had doorgekregen die in mijn ondersteuningsplan moesten komen. En ik zat heel erg te twijfelen van wat zal ik erin laten en wat zal ik eruit laten. Want toen kreeg ik ook van een lotgenoot te horen van ja, misschien hebben mensen die ook NAH hebben ook wel wat aan jou antwoorden. Al is het heel persoonlijk, dus dan heb ik zoiets van als ik iemand ermee kan helpen, is het ook dingen. En het is hoe ik het zie en hoe ik het ervaar, is het ook een beetje, hoe noem je dat, misschien ook verwerking voor mezelf. Dus, maar die vragen waar het over gaat, zijn vragen die in dat plan nog gezet moeten worden. Waar ben je goed in? Waar heb je hulp bij nodig? Wat betekent jouw beperking voor je? En dan nog andere vraagjes, maar die andere vraagjes zijn ja, niet echt, hoe noem je dat? Voor de vlog noemenswaardig. Dus goed, ik ben een beetje gespannen. Maar goed, wat betekent jouw beperking voor je? Ik heb op zich, toen ik het eerst die vraag kreeg, had ik zoiets van, kijk, ik denk iets. En dan moet ik het op papier zetten. Maar omdat ik rechtsverlamd ben geweest, is rechts nog mijn, hoe noem je dat, aangedane kant. Dus ik kan gewoon schrijven, alleen op het moment dat je rechts bent, rechtszijdig bent, doe je alles met rechts. Haakwas heb ik vandaag ook gedaan. Maar goed, alles doe je met rechts. Dus dan op het moment dat je aan het schrijven bent. En ik heb meestal goede zin in mijn hoofd, maar die heb ik niet constant. Dus, en ik ben een perfectionist. Op het moment dat je iets op papier wil zetten, wil je het eigenlijk zo goed mogelijk. En, ja, nou ja, goed. Om antwoord op de vraag te geven. Ik heb het dan opgetypt, want ik had al, was een deadline eigenlijk. En toen heb ik een mail gestuurd van, nou weet je wat, ik presteer niet onder druk. En zoals ik net heb uitgelegd, dan moet ik het schrijven, dan wordt mijn hand eigenlijk moe, omdat ik niet blind kan. Ja, met schrijven is het sowieso al dingen, dan moet je door het met één hand. Maar je hand wordt moe en dan heb je nog meer dingen die je wil opschrijven, maar dan heeft het geen nut. En op zich met het typen ook, omdat ik niet blind kan typen, typ je met één vinger. En dat had ik dus met dat mailtje, merkte ik het ook gelijk van, ja, dus goed. Dat uitgelegd te hebben, antwoord op de vraag, wat betekent je beperking voor je? Dat ik als zelfstandige vrouw, die weinig hulp nodig had, nu voor mezelf de lat vaak te hoog leg. Op mijn grenzen gewezen wordt, de overprikkeling. En het als bedelen voelt als je me hulp vraagt. Omdat van buiten niet te zien is dat ik niet 100% ben. Maar een accu heb die hoe ik ook rust tot 40% oplaat. En dan heb ik er nog bij gezet, geschreven. Dat ik ondanks de obstakels waar ik tegenaan loop. Zelfs de acceptatie na 17 jaar. Deadlines door andere mensen bepaald wordt. Begrijpelijk, met tegelijkertijd ook super lastig. En dat is dan de disclaimer. Het voelt als levenslang in je eigen lijf. Schouder streep hersenen. Nou, dat uitgesproken te hebben, is het eventjes de lading eraf. Maar Oké, hierop zou ik bij de reacties willen dat graag mensen die ook NAH hebben, mensen die eigenlijk zoiets hebben van, nou ja, weet je wat, reageer, laat een reactie achter. En, want daar heb ik wel eventjes behoefte aan. Even kijken, wacht even, waar ben je goed in? Ik heb zoiets van, ik wist ook niet of je dan
Kijk, ik kan goed luisteren. Dat had ik als eerste al. Maar ik heb toen ook in die mail gezet van kijk, als je wat meer de tijd krijgt, kan je wat meer dingen opkomen. Even kijken. Oké. Meelevend, kan goed luisteren, heeft discipline. Ik ben beter voor mezelf opgekomen, beter voor mezelf opkomen, grenzen bewaken, niet over me heen laten lopen. Dat heb ik de laatste periode, ben ik daarin gegroeid. Recht voor z'n raap direct. En ik vind ook, waar ben je goed in, dat ik oprecht ben. Dat ik niet me anders voordoen dan ik ben. Dus goed, waar ben je goed in? Dan is het laatste vraagje. Wacht even. Oei. Waar heb je hulp bij nodig? Die vond ik ook hartstikke moeilijk. Want wat ik al in die eerste vraag, wat betekent jouw beperking voor je? Ik heb vroeger nooit om hulp moeten vragen. Toen ik, hoe noem je dat, ouder was. Kijk, als je klein bent, dan is het normaal dat je eigenlijk moet geholpen worden met heel veel dingen. Maar goed, dan heb ik dat antwoord van... moet ik ook eventjes weer opzoeken. Wacht even. Overname van bepaalde handelingen. Die ik zelf kan. Maar ik heb 7 dagen in de week ondersteuning. Wat ik zelf al had gezegd met mijn rechterhand, met stofzuigen. Bepaalde handelingen worden dan overgenomen, zodat ik energie heb voor andere leuke dingen. Dat ik mijn energie dan voor andere dingen bewaar. En wat was die vraag nou weer? Waar heb je hulp bij nodig? Na EMDR afgelopen jaar merk ik ook dat ik dit jaar eigenlijk psychisch meer steun door de onverwerkte emotie die vorig jaar naar boven zijn gekomen. En dit jaar, omdat ik met de MDO nog bezig ben voor die acceptatie van die 17 jaar dat ik hersenletsel heb, om dat te kunnen accepteren, heb ik dan ook, waar heb je hulp bij nodig? Ja, om het een plaats te kunnen geven. En ja, dus zover deze vlog. En duimpje omhoog als je deze video leuk vond en als je er wat aan had. En laat een reactie achter. En ja, dan ga ik deze nu afsluiten, want hij is behoorlijk al lang. En ik kijk weer niet in de camera, ik kijk naar het schermpje. Maar ja, goed. Tot de volgende vlog. En dan zie ik jullie wel weer. Doei doei.